Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Ook artsen en specialisten gebruiken WhatsApp veelvuldig, maar dan om foto's en andere medische kennis en informatie rond te sturen. Of dat nou de juiste app is om dat te doen, om mijn hartfilmpje zeg maar rond te sturen, dat is de vraag. Daarom is er nu een veilige manier om dat te doen. Een WhatsApp voor medici, zeg maar. Silo, met twee i's wel te verstaan. Bij mij de CEO van deze start-up, Joost Bruggeman. Joost, hartelijk welkom. Dank. Jullie zijn een start-up, hè? Toch? Dat klopt. Ja, dat klopt. Is cool, hè? Ze is behoorlijk hip in Amsterdam. Ja, niet alleen internationaal ook. Recent was Zomergasten met onze minister-president Mark Rutte. En die had het over zeg maar, het nieuwe elan van ons land. En dat zat met name in die start-up wereld. Ja. Niet met de geringste partners ook, als ik mijn research goed heb gedaan. Onder andere Jan Joost, Ruup en Onno Bakker. Voor veel ondernemers en online mensen. De mannen achter eBuddy. Ja, absoluut. Hoeveel geld en wiens geld zit er allemaal al in? Want dat is altijd een dingetje bij start-ups. Om daar even mee te beginnen. Ja, daar ga ik heel weinig details over geven, maar ik kan wel zeggen dat de eBuddy jongens, niet alleen Jan-Joost Ruup en Onno Bakker, maar zelfs het ontwikkelteam dat zij hebben weten te behouden voor het volgende avontuur, allemaal geld in hebben gestoken. Het is dus de kern eigenlijk van het eBuddy team, want het gros van het eBuddy team is naar Booking gegaan, hè, volgens mij een paar jaar geleden. Ja, exact. Oké, dus de krenten hebben ze eruit gehaald, inclusief zichzelf. Ja. Silo, wat is het? En ik zeg het kort in mijn intro, maar je zegt het is wat uitgebreider. Ja, wat we eigenlijk doen is het volgende. Sinds de intrede eigenlijk van WhatsApp zijn er heel veel artsen die zorg rondom hun patiënten afstemmen via WhatsApp. En wat wij doen is in feite, zoals je al aangaf in de intro, een beveiligde WhatsApp aanbieden. Maar we doen eigenlijk ook nog iets extra's. Dus we maken het delen van de informatie makkelijker. We maken het vinden van de juiste kennis makkelijker. Dat betekent dat je dus à la LinkedIn elkaar kan vinden, elkaar kan bereiken. Meer dan WhatsApp. Het is wel een app. Het is een app. Of is het ook een site? Nee, het is vooral een app. Het is dus vooral een app vanaf je mobieltje of tablet. Ja. Het is alleen mobiel. Maar er zitten meer functies in dan in de WhatsApp app. Ja, helemaal. Dus het is eigenlijk een soort huwelijk tussen WhatsApp en LinkedIn. En dan de LinkedIn-versie is een soort light versie. Dus je hebt ook een profiel, je kan daar je kennis delen. Dus wat je nu heel veel ziet gebeuren in de zorg is dat iedereen min of meer gestimuleerd of geforceerd wordt om te superspecialiseren. Dus iedereen die is steeds verder in zijn niche aan het geraken, maar er is niet één platform waarop je dit kenbaar kan maken waar jouw expertise zit. En dat is wat we doen. Zat ik over nadenken, mag het zomaar eigenlijk? Dat vroeg ik mij af. Hè? Van stel, ik ben niet zo'n privacy figuur. Ik bedoel, maar er zijn mensen die dat heel erg. Een hard filmpje, om maar even als voorbeeld te noemen, ongevraagd door mijn arts naar een collega-arts in een ander ziekenhuis. Mag dat zomaar? Nee, ongevraagd niet. En dan doet het er even toe of degene met wie je arts dit wil overleggen een behandelrelatie heeft met jou of niet. Dus om dat uit te leggen, stel de huisarts die ziet je terug. Je bent bij de orthopeed geweest in verband met knieklachten. Maar er is bijvoorbeeld een probleem met de knie, er zit een zwelling. En laten we zeggen dat de huisarts een foto stuurt naar die orthopeed. In dat geval mag de huisarts toestemming veronderstellen volgens de wet. Ja. En eigenlijk in alle andere gevallen moet die toestemming vragen aan de patiënt. Okay. En dat is eigenlijk ook wel normaal, want je zweeft met dat mobieltje boven die patiënt. Dus het is vrij normaal om te vragen van, vindt het ook goed? Maar in die old days gebeurde dat waarschijnlijk ook al als mensen röntgenfoto's aan iemand anders. Of vroegen ze dat dan niet? Nou, zeker. Dus in die old days was daar gewoon een telefoon en de fax. En eigenlijk is dat nog steeds schering en inslag. Ja. Fax toch niet meer? Ja, fax nog steeds. Niet? Jawel. Wat faxen ze dan? De meeste, zeg maar, de privacygevoelige data wordt nog heel veel... veilig. Ja. Nee, die blijft dan een half uur liggen op zo'n afdeling waar Jan en allemaal langs loopt. Ja, ja, precies. Echt waar? En er komen ook wel eens verkeerde faxen aan, verkeerde nummers. Ja, ja. Dus het is eigenlijk waanzinnig. Ja. Jij hebt ook een medische achtergrond, hè? Klopt. Wat voor een achtergrond precies? Ik heb geneeskunde gestudeerd hier in Amsterdam. En na een korte onderbreking van ongeveer 3 jaar in Boston ben ik in opleiding gegaan tot plastisch chirurg. Ja. En daar ben ik eigenlijk weer snel teruggegaan naar de algemene chirurgie. En daar heb ik mij willen toespitsen op trauma- en oncologische chirurgie, dus kankerchirurgie. Maar ik ben, zoals het heet, een drop-out. Dus ik ben in mijn laatste stuk... Ben gesjeest. Waarom?
Omdat dit voorbij kwam? Nou, dit speelde toen wel. Ik was toen ook nog met andere dingen bezig. Dus die korte onderbreking tussen mijn studie en mijn opleidingstijd. Toen zat ik 3 jaar op MIT in Boston. En ik was toen heel erg bezig met het ontwikkelen van nieuwe implantaten. En tijdens mijn opleiding ben ik dat verder gaan ontwikkelen. Heb ik ook een klein laboratorium op de ACTA gestart. En dat werd steeds interessanter. En in feite wat er gebeurde was, ik deed en mijn opleiding chirurgie en ik had een laboratorium daarnaast. En ik wilde daar ook een onderneming bij starten. Dat was dus nog in de biotech. Toen merkte ik eigenlijk dat mijn ondernemershart klopte. En ik wilde eigenlijk iets anders gaan doen dan in de zorg. Okay, dus je ondernemershart klopte harder dan de roeping om in de zorg aan de slag te gaan. Dat, dat doe ik nog steeds. Dat doe ik nog steeds. Dus de roeping is nog steeds dezelfde om iets te betekenen in die zorg. Dus of je dat doet één op één met patiënten. Ja, of door middel van deze app. Precies. Want er stond ook ergens in een nieuwsbericht, de zorgsector ontwikkelde daarom Silo. Toen dacht ik, daar zul jij blij mee zijn met die quote. Ja, die stond letterlijk volgens mij zelfs in de Trouw. Ja, het zou kunnen. Ja, maar dat is niet waar. Want jullie zijn gewoon de commerciële jongens. We zijn commerciële jongens. Dus het is niet dat de zorgsector, alleen die heb je wel nodig waarschijnlijk. Ja, ik denk dat het geïnterpreteerd is dat ik uit de zorgsector ben gekomen. En wat wij deden, want toen we begonnen in 2014, toen was er nog niet een uitspraak van bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde, de KNMG. Dat is zeg maar onze hoogste instantie voor het VWS. Die wisten toen nog niet. Wat is VWS? Dus het ministerie. Oké, gezondheid. Die wist toen nog niet exact hoe de vork in de steel zat, hoeveel gebruik werd gemaakt, hoe groot het probleem was. En dus wat we toen hebben gedaan is een adviesraad bij elkaar optrommelen. Ja, van maar liefst 17 grootheden uit de medische sector. Ja, niet eens zozeer alleen maar grootheden, maar vooral mensen die een visie en verstand hebben over bijvoorbeeld samenwerking in de zorg, als het gaat om de juridische aspecten, dat soort zaken. Want wat was het probleem? Het is natuurlijk een start-up vraag, hè? Als je met een nieuw concept komt in de start-up scene, dan is de investor die zegt als eerste, welk probleem los jij op? Ja dus het direct probleem is de onveilige communicatie die dus veelvuldig op WhatsApp nu plaatsvindt. Maar WhatsApp is toch ook secure? Wie denk jij dat je bent als Nederlands ondernemertje om het op te nemen tegen WhatsApp? Die zijn toch ook hartstikke secure? Ik krijg het zelfs bij elke nieuwe chat krijg ik het netjes te lezen dat het allemaal secure is. Nee, dat klopt. Dus wat zij heel goed hebben gedaan met het brein achter Signal, dus de beveiligde messenger volgens Snowden, die hebben nu de data in transport heel erg verzorgd. Daarmee hebben ze dat secure gedaan. Het probleem met WhatsApp is nog steeds dat de data onversleuteld op de telefoon staat en van daaruit heel makkelijk kan lekken. Dus heel vaak staan er synchronisaties aan met bijvoorbeeld je foto-app. Ja, iCloud of whatever. iCloud, ja. Dus en tussen de huwelijksfoto's en de zomervakantie. Ja, en dus toen ik nog chirurgie deed, was het dikwijls zo als we foto's op de OK maakten. Dat als ik thuis kwam, dan hadden de kinderen al 's avonds gespeeld voor de screensaver waar die foto's langskwamen. Dus dat is nog steeds het probleem met WhatsApp. Dit maakt het wel heel duidelijk wat het probleem is. Ja. Holy shit. Ja. Ja. En het wordt natuurlijk opgeslagen op servers. Het wordt opgeslagen op servers. En wat doen jullie anders dan? Of slaan jullie geen foto's centraal ergens op? Nee, je hebt wel servers nodig voor de communicatie. Hè? Ja. Dus tussen de twee telefoons staat een store en forward server. Ja. Die server doet niks anders dan het berichtje vasthouden totdat het wordt opgehaald door de andere telefoon voor wie het bedoeld was. Ja. En wij wissen dan die data meteen. Maar de data leeft dan vervolgens nog maar voor 30 dagen op beide telefoons. En die data staat versleuteld in die app die alleen toegankelijk is met een 5-cijferige pincode. En niet in je foto dingen? Exact. En dus wordt ook niet automatisch onversleuteld opgeslagen op je iCloud service of zoiets dergelijks. Dus en wat voor stadium zitten jullie nu? Hoe wordt het ontvangen in de zorgsector? Ik geloof dat we erg goed worden opgevangen. Dus zoals de Amerikanen zouden zeggen, stiff competition. Dus er is een aantal vergelijkbare apps. Ja, MD-Linking, ja. Kanta Messenger. Ja. Wat even zijdelings, hè, want gaat zo meteen door. Maar even wil ik even weten. Die MD-Linking, las ik, daar zit Alek Berends achter. Ja. En dat is de co-founder van Booking. Ja. En die heeft die gasten van eBuddy overgenomen. Is dat toeval, gewoon sientje, of heeft het met elkaar te maken? Nee, het is toeval. En sterker nog, ik kan het nog smeuïger maken. Een van de artsen die betrokken is bij MD-Linking is een hele, hele goede vriend van mij.
En die stond ook, ik weet niet of je het... Daar hebben jullie gewoon afgesproken, weet je wat? Competition creates a market. Every hero needs a villain. Nee, echt? Oh. Nee, dit is toevallig. Dus okay. Dat wisten we niet van elkaar. Oké, maar ga door met je verhaal, want er is dus competition. Er is competition, en wat we zien eigenlijk is dat er gewoon een organische autonome groei is van silo gebruikers. Ja. Hoeveel hebben we het over nu? Ja, we hebben het over nog hele lage getallen als je kijkt naar dit soort apps. Normaal. Want het draait. Het is app draait. Nee, we zijn dus officieel sinds 12 mei live. Oké. Okay. En er zitten nu een kleine 6.000 man op het platform. En dat is eigenlijk voor in de zorg gaat het best wel hard. Gebruiken ze het? Ze gebruiken het, ja zeker. Dat is nog belangrijker denk ik. Ja, ja. En repeterend gebruik ook. Gaat het onderdeel worden? Want dat is natuurlijk dat is wat er moet gebeuren. Ja. Nou, exact. Dus wat wij zien en begrijpen van wat wij terugkrijgen. Kijk, we kunnen niet zien wat ze doen op het platform. In de zin van wat er gecommuniceerd wordt natuurlijk. Maar wij weten wel bijvoorbeeld dat er steeds meer groepen actief worden. Dus als er groepen actief worden, dan weet je dat er eigenlijk afstemming... Kan groepen maken. Ja. Het is echt wat je gewend bent van WhatsApp. Ja. Het verschil is alleen dus dat het veiliger is, dat die foto's op een andere plaats staan. Helder. En dat je groepen ook vindbaar kan maken. Dus wat bij WhatsApp niet kan. Stel, en dit is wel het mooie eigenlijk, vind ik, van wat er op WhatsApp gebeurde met die artsen. Dus aan de ene kant heb je de transities die in de zorg nu dus plaatsvinden. Heb je aan de ene kant de superspecialisering. Dus de specialisten die steeds dieper en dieper in de materie gaan. En huisartsen die worden geconfronteerd met al die zorg die ze vanuit het ziekenhuis verplaatsen naar de huisartsenpraktijk. En wat gebeurt er nu op WhatsApp is dat die superspecialisten in het ziekenhuis, die hebben geen directe maatjes meer in hun eigen zorginstelling met wie ze kunnen brainstormen over moeilijke patiënten. Dus die vinden die maatjes uit Groningen, Limburg enzovoorts en die vormen een WhatsApp groepje. Die huisartsen die doen eigenlijk hetzelfde, dus die moeten heel veel ziekenhuiszorg opnemen in de huisartsenpraktijk. Die hebben wat minder tijd bijvoorbeeld voor de gewone de huisartsenprobleemgevallen. En die doen dus dat ook middels crowdsourcing. Dus die gooien dat allemaal over een grote groep. We hebben een groep van 250 huisartsen ongeveer in Nederland. En die brainstormen gemiddeld zo 2 tot 3 gevallen per dag met elkaar. En die helpen elkaar dus met, hey, ik heb hier een probleem, wat denken jullie ervan? En dan komt er vaak binnen 10 minuten een respons. Hoe lastig is het om productontwikkeling een roadmap te maken? Want je hebt natuurlijk een risico dat je, om maar zo'n ouderwets woord te gebruiken, bijna een soort intranet aan het ontwikkelen bent voor dat soort gasten. Hè? Dat je straks, je kan ook documenten bewaren en je kan dit en je kan dat. En hoe lastig is dat om te blijven focussen op wat de kracht is van zo'n product? Ja, dat is de uitdaging, denk ik, van een start-up. Ja. Dus dat is, wat wij doen nu is het makkelijke deel in het begin. Vooral de features die WhatsApp gebruikstimulerende zorg, die overnemen. Mm. En nu komt eigenlijk langzaam de fase, en dit is de leukste fase eigenlijk, vind ik, waarbij je moet zoeken naar die product market fit. Dus er is ook een groot deel in de zorg dat nog niet gewend is eigenlijk aan die laagdrempelige manier van communiceren. Wat zijn de laggards, zeg maar? Nou, wie niet, zou ik zeggen. Dus bijvoorbeeld in de start-up wereld is Slack bijvoorbeeld een grote manier, of de grootste messenger, om met elkaar heel laagdrempelig zaken af te stemmen. Zoiets bestaat nog niet in de zorg. Ook omdat die mentaliteit nog niet zo ver is dat je, laten we zeggen, gedurende de dag voortdurend dingen over een groep kan gooien, zodat je het snelst de meest relevante persoon, maar ook degene die vrij staat, kan vinden. Hm. En dat is iets wat langzaam nu moet gaan gebeuren. Dus dat moeten wij heel slim met de juiste features moeten we dat gaan vermarkten eigenlijk. En uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling, dat weet ik niet, dat wordt een vraag. Als je naar eBuddy kijkt, even los van de verdiensten die alle initiatiefnemers of investeerders er uiteindelijk al dan niet mee gehad hebben. Ja. Het is het uiteindelijk niet geworden, zeg maar. Ja. Wat is jullie strategie nu? Is het een ideale bruid waarvan je zegt, jongens, oppoetsen, mooi maken, en uiteindelijk komt WhatsApp om de hoek en die zegt, jongens, dit integreren we binnen ons? Of ga je WhatsApp naar de troon steken? Ja, ik vermoed eerlijk gezegd dat WhatsApp nooit... Als je kijkt nu naar wat WhatsApp aan het doen is, vermoed ik niet dat zij deze enorm kleine niche-markt gaan bedienen. Ja, dus wat je ziet nu, hoe WhatsApp eigenlijk in dienst gaat staan voor het moederbedrijf, Facebook. Als het gaat om het delen van metadata en begrijpen wat de context is van de gebruiker. En adverteerders dienen. Nou ja, exact. En dus dat staat altijd volledig
het gebruik in de zorg en de weg. Maar wat is jullie strategie? Hebben jullie daar, wat wil je de komende paar jaar bereiken? Nationaal, internationaal? Ja, dus datgene wat op de horizon staat is eigenlijk de adoptie van de zorg. Hè? Dus de zorg breed, zowel in Nederland, maar inderdaad ook internationaal. Dus we zien nu bijvoorbeeld dat de gebruikers in Singapore online komen. En dan treden wij gewoon met ze in contact en vragen van hoe gebruiken jullie het? En waar heb je het voor nodig? En dus de uitdaging in de toekomst is zoveel mogelijk dit soort nieuwe... de early adopters te bedienen. Want het is internationaal? Ja. Maar de interface, is die ook Engelstalig? Of is het, Ja, de interface is op dit moment nog alleen in het Nederlands en in het Engels. En we zijn nu bezig met een Deense vertaling. Oké. Okay. En zo pakken we het eigenlijk stap voor stap op. Dus hoe het organisch groeit, zo bewegen we eigenlijk en faciliteren we dat. Maar dan toch kijk ik, als ik naar het businessmodel kijk en ik zie de namen die daarachter zitten, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen exit-strategie is. Of bij de mannen. Ja, nou ja, je bedoelt dat er... Dat de hut verkocht moet worden op een gegeven moment. Ja, ja, dus als ik je vraag goed begrijp, er is op dit moment niet een idee van we doen even een korte stint en we gaan het snel verkopen en dan gaan we het volgende doen. Dus we zitten er wel allemaal in met een visie en een missie, als het ware. Dus om iedereen in de zorg laagdrempelig met elkaar te kunnen laten communiceren. Dat is namelijk echt een groot probleem. Daar hoef je me niet van te overtuigen. En eigenlijk is het verwezenlijken van die missie het belangrijker dan op korte termijn iets verkopen. Bijna invloed hebben op de transformatie van de zorg naar een nieuwe tijd, zeg maar. Nou ja, die zorg is al aan het transformeren, maar die transformatie faciliteren. Ja, en dan met name als het gaat om communicatie en kennis- en informatieuitwisseling. Ja. Je kan daar natuurlijk, als je dan creatief nadenkt, dus dat ik gisteravond over nadenk, dus dacht ik, wow, wat je met intelligence zou kunnen doen. Want ik bedoel, als jij straks in die je hebt die maar dat vraag ik me dan af. Ik denk, dat is bijna zonde dat je een soort Snapchat-achtige benadering kiest, die ik wel snap. Ja. Alles wordt weer weggeflikkerd. Maar denk, man, als jij beeld en tekst herkent, wat computers allemaal kunnen vandaag de dag, en je hebt die base straks, dan kun je bijna je kan daar dingen mee doen, dat de fotootje rondgaat en dat de diagnose al, woep, oké, die hebben we al 16 keer gehad en dat en toen is dit uitgekomen. Zijn daar plannen? Waarom lach je? Nou, omdat dit is een heel hot topic in de zorg op dit moment. Ja. Een grote partij als IBM, die doen... Met Watson en ontwikkelingen, die supercomputers. Ja, die doen company-sized bets op dit verhaal. Dus die gaan met de hele company achter AI en big data. Ja. Wij maken eigenlijk daar nog helemaal geen aanstalten toe. Hoe ik niet dat zou uitsluiten voor in de toekomst. Maar wat wij juist willen doen is die transformatie van... En wat zij heel veel doen is informatietechnologie. En steeds sneller en slimmer als het ware de juiste informatie of resultaten aanbieden aan je. Wat wij juist doen is eigenlijk een beetje oldschool misschien. Is de transformatie van informatie naar kennis. Dus we doen meer een soort kennistechnologie waarbij je heel snel... in iemands anders kopie kan kijken. Van alle slimme koppen connect. Ja, exact. Ja. Dat is eigenlijk op dit moment het enige dat we doen. Misschien in de toekomst kun je je voorstellen dat dat soort groepsgesprekken waar bijvoorbeeld honderden artsen van deelnemen, zoals die huisartsengroep, als die artsen eenmaal gewend zijn om die casuïstiek heel goed anoniem te bespreken, dat is wat namelijk belangrijk is om dat soort data te vergaren, dan kun je mogelijk die stap maken en die data verzamelen en daar iets intelligents mee doen. Ja. Maar dat is de stap 100. Ja, precies. En de interface naar mij toe, de patiënt? Ja. Staat dat op de roadmap? Zeker. Ja, heel graag willen weten, als ik een probleem met die knie heb en het is onduidelijk en ik weet dat die huisarts dit gebruikt, en dan zou ik daar heel graag in willen zitten. En terecht. Ja. Dus ik denk dat dit ook een andere transitie in de zorg is die steeds meer aandacht krijgt en die steeds meer een kritische massa krijgt. Ja. Het is in mijn optiek nog steeds te vroeg om te zeggen, oké, hier heb je een app, zorgverleners hier, zit je erop en patiënten hier. Ik denk dat je dan een app in de App Store hebt die vrijwel dood is. Ja. Weinig wordt gebruikt, maar wat wij wel zien, wat wij nu willen doen eigenlijk met Silo, is als het ware die hele zorg online organiseren. Zodra je dat gedaan hebt, dan heb je dus één kant die je kan aanbieden, net zoals Marktplaats ooit begonnen is. De moeilijkheid zat hem in aanbieders en mensen die zoeken. Ik denk als je eenmaal al die aanbieders
online geaggregeerd hebt, dan kan je makkelijker zo'n platform ertegen aanzetten voor patiënten die graag met een zorgverlener willen communiceren, laagdrempelig. Ja. En waarom gaan jullie het winnen van MD-linking en ik las die andere kant-aan-manager, ik weet niet of er nog meer zijn die jullie in focus hebben? Ja, er zijn heel veel. Er komen nog meer messengers op de markt. Ik heb begrepen dat het VUMC bezig was met, ik geloof, IBM en Apple met de messenger. KPN komt met een zorgmessenger. Dus er zijn wel, het zijn grote reuzen die ook de venue instappen. En waarom gaan wij winnen, dat weet ik niet zeker. Maar wat ik wel geloof is dat wij een team hebben. Het heeft been around the block als het gaat om messengers bouwen. Ja. En een berichtendienst bouwen waarbij een berichtje van A naar B gaat, dat kan iedereen, denk ik. Maar hetzelfde snappy gevoel van WhatsApp, ook WhatsApp, daar zit jaren van kennis en ontwikkelkracht achter. En dat doe je niet 1, 2, 3. Ook denk ik, zo'n club als KPN, die besteedt het denk ik uit aan een of andere club buiten. Ik denk wat wij hebben is een waanzinnig super gespecialiseerd team. Hè? Net zoals als je naar de orthopeed wil je eigenlijk misschien wel naar de beste orthopeed en niet zomaar een orthopeed. Nou, dat is dat messaging team van eBuddy. En daarop komt eigenlijk denk dat wij heel snel kunnen schakelen en heel slim omgaan met de feedback die we krijgen van de gebruikers op dit moment. Maar dat blijft spannend. Ik bedoel, want je hebt je hele medische carrière ervoor opgegeven. Exact. Dus, exact. Ik wens je heel veel succes met Silo en alle ontwikkelingen. Succes ermee. En dankjewel voor dit gesprek. Likewise, dank voor het gesprek. En dankjewel voor het kijken, jullie, naar weer een gesprek op 7ditches.tv. Ben je geïnspireerd en wil je meer gesprekken zien? Dat kan. Dan ga je naar 7ditches.tv. Of je downloadt de app, kun je kijken waar en wanneer je maar wil. Dankjewel voor nu. Hoi.